opgehangen hebben. Ja. Ik zie het al. Ik ben heel erg naar beneden. Ik ben super goed hoor. Dat is ook nooit in mijn leven fout gedaan. God is my witness. Just say it. Ik weet dat het waar is. So the reason why I come to the store, you get a lot of classic dresses, and in terms of colours, as you can see, there's so many different colours you can choose from, and all the styles are not available in the stores as they are normally in the high street, so it's very different, and the styles in here are so various. That's why I really like coming to the vintage store. One-off pieces, yeah. And the leather clutch bags you like, don't you? Yeah. One-off pieces, good leather, good fur. Good quality, definitely. And there's so many different eras from where the styles come from. So, and where are you from? Are you from Amsterdam? We're from London. From London. Okay. We come to Amsterdam every month. Every month? Yeah. So, and why do you come to Amsterdam? Because we just like the culture here and the food it gives us. Yep, nice boutiques. Nice boutiques. And nice fashion. Yeah. How is it different, the fashion in Amsterdam from London? It's quite like quirky. Like people put a twist on things. So like you'll see like quirky like jumper with some like nice fitted jeans. Yeah. Whereas London sometimes people are too generic and they everyone dresses the same in London. You like to stand out a bit. Yeah. Yeah. Okay.
Let's take off Keuren. Het is een H&M, Jos. Oh ja. Waarom ga je het afkeuren? Omdat het H&M is. Oké. Dit gaat. Kijk, het is heel leuk. Dit is een oude CNA. De logo is nog dezelfde. Maar dit is echt een oude CNA jas. Dus vroeger was CNA, nou ja, nu is het natuurlijk meer een mainstream merk. Maar vroeger hadden ze hele leuke dingen. Waarom is dit echt vintage? Oh, dit is echt thuiskoop. Deze? Ja. Dit is echt jaren 80. Dit is echt puur jaren 80. Dus dat is natuurlijk vintage, omdat ze in jaren 80 komen. Toen er ook een maand gewoon dit soort jasjes met een zijde overhemd onder. En je kan het ook zien, hè? 100% puur silk. Ja. En dat zie je niet zo vaak meer, hè? Want zijde is natuurlijk best wel een dure stof. Tegenwoordig. Ja. Mm-hmm. Dus ja. Dit ga ik ook. De zipper doet een beetje moeilijk. Dus ik denk dat deze. Kijk eens hier. Je gaat ook niet naar beneden. Dus ik weet zeker dat hij binnen no time kapot gaat. Dus ik ga. Afgekeurd? Ja. Ik ga straks nog even kijken als ik hem goed kan maken. Maar ik denk. Dit soort jassen, weet je wel, van die varsity jackets. Super leuk, super mooi. Hoe heet en deze? Varsity jacket. Okay. Ze zijn super mooi en ze zijn allemaal uniek, allemaal anders van elkaar. Ja. Sommige zijn ook van merk. En dat is dus fijn, ze kosten maar €30. Dus dat is ook waarom ik heel vaak hier naar zulke winkels kom. Het is ook veel goedkoper en veel voordeliger. En dan krijg ik net zoveel, weet je wel. Dus vintage is eigenlijk voordelig en uniek. Voordelig en uniek. Maar is het specifiek deze winkel dat vintage kleding goedkoop is? Nou ja, wij zijn wel een van de meest goedkoopste. Dat klinkt een beetje raar, maar we hebben ontzettend goede prijzen. Heel voordelig, ook voor de klanten en zo. En dat komt omdat we een hele eerlijke prijs hebben en zo. Dat, dus specifiek wel deze winkel die heel goedkoop is, maar andere vintage winkels zijn ook veel goedkoper dan andere ketenwinkels. Dus dat is dus allemaal voor. Vroeger was tweedehands kleding meer voor mensen die minder geld hadden. Mm-hmm. En nu is het dat iedereen draagt vintage kleding. Ja. En hoe is dat dan zo gekomen? Ja. Nou, ik weet inderdaad, tweedehands, toen ik klein was, inderdaad gingen we naar de tweedehandsmarkt omdat het zo goedkoop was. Want je kon het gewoon voor een kwart gewoon een hele outfit scoren. En dat was natuurlijk fantastisch voor mensen die niet zo breed hadden. En dat is nog steeds zo. Hè? Ik bedoel, als je naar de Waddeloplein gaat, dan heb je die stapels voor €2. Nou, dan kun je van alles. En misschien vind je wel een fantastisch iets die gewoon geld kost. En dan is het €2. Dat is dan de tweedehandse markt, letterlijk. Een soort van, ook een kringloop zie je dat. Hè? Dus gewoon wat je gewoon niet meer draagt, breng je daar naartoe, wordt het gewoon heel goedkoop verkocht. Fantastisch. De vintage markt is natuurlijk wel heel specifiek gefocust op een tijd. Dus wij, jaren 70, 80, andere winkels vroeger of later. Dus ja, dan wordt het gewoon geselecteerd en dan wordt het gewoon met liefde, zeg het maar, gepresenteerd. En we proberen weer de beste te doen. Dus ja, je ziet hier geen stapels kleding van €2. Dus alles is netjes gewoon ophangen en op kleur. En dus dat is eigenlijk is een winkel. Dus ja, ik denk dat daar een hele groot verschil is tussen tweedehands en vintage. Het is allemaal tweedehands natuurlijk, maar het is niet allemaal vintage. Dus ja, daar ligt het aan, denk ik. Ja, ik vind het leuk dat vintage is dat je wel wat aparte erbij kan lopen, zonder heel veel te betalen. Want je hebt echt wel mooie ontwerpers kleding, wat gewoon betaalbaar is. Zolang ik nog studeer is dat ja. Ja, en er zijn ook veel dingen wat nu gewoon heel modieus is.